Yo, kijkers, check snel. Mijn naam is Zessel. Vandaag ben ik terug met een nieuwe NAC Breda Career Mode. Aflevering: Transfer Deadline Day. De wedstrijd tegen Feyenoord. En de wedstrijd tegen AZ gaan we spelen. Dit wordt dus een leuke aflevering weer. Veel transfers. Jullie hebben veel suggesties achtergelaten. Ik ga laten zien wie het zijn. Ik ga er ook een paar verwijderen van mijn verlanglijst. Want dit gaat hem niet worden. Dit gaat hem niet worden. Ja, ik ga deze gewoon even allemaal verwijderen. Jullie zien nu al een paar die ik dus nog op mijn verlanglijst laat staan. Twee. Jullie zien nu ook de nieuwelingen op de verlanglijst komen. Dus door jullie suggesties. En ik heb dit stukje heb ik al net al opgenomen. En dat had ik al iemand gekocht. En ik weet dus dat diegene die ik net heb gekocht 71 rating is. En ik ga hem weer kopen. Ik had net microfoon staan uit. Heel dom van mij, een microfoon deed niet. Het is Alaft. Kijk naar zijn geld. 1,3 miljoen. Kost hij maar. En hij is 71 rating en 21 jaar. Dit is, geloof mij, de aankoop van dit seizoen. Gewoon 71 punten. Dat kan. Dat is misschien niet echt een hele grote versterking. Maar voor dat geld. Wij kunnen hem gewoon verkopen voor 10 miljoen misschien. Dus het is echt ongelooflijk. Hij wou een belangrijke rol geven hem ook. Dit is gewoon op dit moment. Wordt dit misschien wel de aankoop van het seizoen. En jullie kunnen misschien zeggen, wat slaat het op? Want hij is helemaal niet zo overdreven goed. Daar kan ik misschien wel gelijk in geven. Oké, nu accepteren ze dit. Net zoals meer, oké. Daar kan ik misschien wel gelijk in geven. Maar voor dat bedrag, we kunnen zoveel winst op deze jongen maken. Hij gaat meteen naar de bank voor Korten. En Korten blijft goed spelen, hoor, daar niet van. En zolang deze opstelling niet imponeert, gaan we de oude opstelling terug doen. En dan komt hij in de basis al af. Dus een goede aankoop. En nog steeds is mijn prioriteit om K-Man te halen. Dus daar gaan we ook nog voor. Oké. Voor misschien wel de wedstrijd van het seizoen. De nummer 1 NAC Breda tegen de nummer 2 Feyenoord Rotterdam. Moeten we dus gaan spelen met aardig wat wissels. Ik ga jullie laten zien hoezo. Ze zijn vermoeid. Allemaal zijn ze vermoeid. En daar had ik niet aan gedacht. De vorige wedstrijd was tegen PSV volgens mij. En dat was dus ook een zware wedstrijd. Dus één van de twee wil ik laten staan. Laat ik Dessa staan. Komt Alaf erin. En denk dat we Akkolatse zo... Vlaat gaat eruit voor Mets. Mr. Peek krijgt de kans voor Myers. En dan denk ik dat Floranus nog uitgaat voor James. Versporgsleden. Het geluid staat weer niet heel hard voor mijn stem. Ik weet ook niet hoe ik het ga fixen. Want dit is gewoon een microfoon die ik altijd gebruik. Normaal is het altijd goed, maar nu niet. Alleen dit ding kraakt soms een beetje. Maar daar kan ik niks aan veranderen. In ieder geval, dit is de opstelling. Angelino en Dest zijn redelijk vermoeid. Maar we kunnen op dit moment niks anders. Ja, we moeten het hiermee gaan doen tegen Feyenoord. Oké. Ja, de Kuip. Feyenoord Rotterdam tegen NAC Breda aan de Kuip. Dit is de wedstrijd van het seizoen. We weten het. We moeten deze winnen, willen we eerste blijven. Dus deze verliezen staan we tweede. Dit is misschien wel de titelstrijd. We gaan zien hoe we het kunnen doen. We hebben redelijk wat vermoeide spelers, redelijk wat wissels. Maar misschien heeft Feyenoord het ook wel. We gaan het zien wat voor opstelling Feyenoord het is. En wij gaan hier met 3 punten weg, hoop ik. Ja, ons doelstal is dus 6 punten beter dan Feyenoord. Dus doelsaldo zit wel mee met ons. Alleen, dit wordt een lastige wedstrijd. We spelen echt riskant met zoveel wissels. Maar het kan niet anders, want de spelers zijn vermoeid. Dan speel ik liever met fitte wissels dan met spelers die vermoeid zijn. Dit zijn twee debutanten. Alaft, die dus zijn debuut maakt, die dus net is overkomen. En Mr. Peek, MC Peek, Peek. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Ik moet even gaan kijken hoe ze naam willen uitspreken. Maar ik ben benieuwd hoe het gaat doen. Oké. Ik zie dat er een paar spelers op de bank staan. Bruno Cesar, die dus vorige week zo goed was tegen ons. We hebben Kramer in de spits. Geertruida is een redelijk back. Knoester, ik weet niet hoe goed die is. De verdediging moeten we misschien van hebben, want alleen Bottingen is echt een sterke kracht. Just ook wel goed, maar die andere twee, die zijn meer talenten. En we hebben Kramer in de spits, dus misschien wordt het wel een hele makkelijke wedstrijd voor MC Peek. We gaan het zien. Dit is onze opstelling. Let's go. Oké, Blondo. Nu Dessers. Nu meegeven Akkolatse. De man in vorm. Akkolatse. Oké. Binnen 5 minuten komen we op 0-1 voor. Ik doe weer de fluit. Oh, ik zie er rechts wel komen. Sorry dat ik weer de fluit doe. Ik moet echt even afleren. Het spijt me. Maar we komen op 1-0 voorsprong. Dus wat maakt nou uit dat we die fluit doen? We scoren tegen Feyenoord binnen 5 minuten al. 1 echte aanval. En Akkolatse, de man in bloedvorm. Die scoort een heerlijk doelpunt. Dit is echt een lekker begin. Dit begin... Daar wachten we al de hele tijd op. Oké, de 1-1 valt uit het niets.
Volgens mij is Jens Toornstra met afstandsschot. Ja, 19e minuut, staat 1-1. Mijn haar is allemaal heel raar aan het doen, daar moet ik niet op letten. Ik kijk dat naar mezelf in de camera, om te kijken of hoe goed wel zit voor het standpunt. Maar we komen op 1-1 gelijke hoogte, dankzij Toornstra. Ze voetballen goed. En Toornstra hier met een prima afstand goal. Ik heb er niks op te zeggen, het was een mooi doelpunt. Maar het is niet fijn om tegen ons zo te scoren. Oké, de wedstrijd is afgelopen. We hebben 1 puntje uit bij Feyenoord. Is niet slecht. Ik kan er tevreden mee zijn. Gezien de wedstrijd, want wij waren vele malen slechter. In ieder geval, Akolats heeft weer gescoord. Dessers helaas niet. Het debuut van Allard was niet het debuut waar hij op hoopte. Hij heeft niet veel kunnen laten zien. Maar dat komt vanzelf nog wel. Kijk, dit zijn weer de trainingen. Ik denk, ik wou Peters gaan trainen, want ja, Peters is een talent. Maar ik ga Snapvangers trainen, want Snapvangers is een speler die echt bij NAC, echt in de jeugd zit, zeg maar. En dat lijkt me leuk om hem ook zo snel mogelijk naar een basisplaats te werken. Zodat hij gewoon lekker in de basis kan spelen. En dat een eigen jeugdtalent, net als Meijers, net als Elalucci, ook gewoon in de basis bij NAC komt te staan. Oké. Transfer deadline day. We hebben niet zo heel veel geld meer. Dus ik ga een andere tactiek doen. Keerman kunnen we weer. Dat gaat niet werken. We kunnen dus niet huren. Dan moet hem ruilen. En als dat niet lukt, is het de laatste kans dat Keeman bij ons met team komt versterken. Jullie zeiden, je moet het transfer vrij nemen. Hij is 22 jaar, dus dat kan helaas niet. Ik zou het graag willen, want dit is echt een speler die ik hoog bij mij aan het lijstje staat. En als daar iemand voor moet inleveren, dan zou ik dat niet erg vinden. Oké, nou, ik denk dat ik voor de rest niemand meer ga halen. Het kan verdrongelen misschien ook. Maar we hebben natuurlijk MC Peak gehaald. MC Peak. En die doet het dus gewoon. Die heeft prima gespeeld tegen Feyenoord. Dus ons team is zo sterk genoeg. Ik weet niet. Zou ik de opstelling zo laten? Of zou ik gewoon bij Cachera zolang de kans om zich hier te bewijzen op de CM-positie? Zo niet gaat Alaf rechts buiten en dan gaat Akolats hier spelen. Want Cachera, we hebben eigenlijk geen wisselspits, bedenk ik me. Dus op zich zou die een prima wisselspits kunnen zijn. Op dit moment kort kunnen we niet meenemen op de zonde. Helaas, dit is de opstelling. Dat gewoon de vaste opstelling dat gaat worden uiteraard. Oké, dan gaan we gewoon gezamenlijk gaan we dit afsluiten. Kijken of er misschien nog iemand verkocht wordt. Een Vloed, een Koch. Wie dan ook. Fred Friday is tenminste naar Palermo. Een concurrent is weg dus. Dat is misschien wel fijn om te zien. Want hij zou heel voorwaardig kunnen zijn voor AZ. We gaan kijken naar andere teams. Wie hebben ze aangetrokken? Roda heeft Sigurdsson gekocht. Excelsior niemand. Heerenveen niemand. Sparta niemand. VV heeft Sprangers van ons natuurlijk gekocht. Vitesse niemand. Willem II niemand. ADO heeft Mullins en McGinn. AZ heeft niemand aangetrokken, maar Swensen heeft Friday laten gaan. Ajax niemand. Kane is dus weg op huurbasis, neem ik aan. Het is dus een saaie transferperiode voor de Eredivisieclubs. Wij hebben ook niet heel veel gedaan. We hebben Straatman en Sprangers gekocht, 3-0 gehaald. In principe hebben wij goed gehandeld. Want Straatman is net zo goed als Alaft. Alleen Alaft hebben wij voor 4 miljoen of 5 miljoen minder opgepikt. Dus het is prima. Oké, we zijn bij de jeugdspelers. En ik had voor jullie gezien dat ik Bram Vos moest wegdoen. Hij is niet goed genoeg. Hij heeft niet zo'n hoog genoeg potentie. We laten hem gaan. We hebben Van Leeuwen, Moretti en Klaas nog. En Moretti is het grootste talent. Dat weten we. Koch is voor 3 weken uitgeschakeld. Dus MC Peek gaat vaker de kans krijgen. Dat kan ik je wel vertellen. Oké, dit is de opstelling mee aan het doen. 1 verrassende naam in de basisopstelling als MC Peek, de Noord-Ierlander van 20 jaar. Verlaat krijgt een keer de kans op de bank. Ik bedoel, Peek krijgt een keer de kans in de basis. Laat daar houden. We noemen gewoon Peek. Dat is makkelijker. In plaats van MC Peek kunnen we hem ook noemen. Maar we noemen geen Peek of zo, maar we noemen gewoon Peek. Dit is de opstelling, legendarisch 4 minuten. We moeten winnen van AZ. Willen we eerste blijven, uiteraard. De topscorer van de league. Cyril Dessers. Moet het gaan laten zien tegen AZ. NAC Breda in het Radverlegstadion dus tegen AZ. En er spelen wat oude spelers van NAC. Waaronder Seuntjes. Ik weet niet of er nog meer spelen. Volgens mij speelden er nog meer. Gudelje heeft er gespeeld. Dat was het. Ik ben benieuwd. Wie hebben ze? Staat Seuntjes erin? Hebben ze Seuntjes nog? Hebben ze misschien een nieuwe speler? Hebben ze misschien een keer een speler verkocht aan hun? We weten het niet. We gaan het vanzelf zien. Ik ben heel erg benieuwd naar de opstelling van AZ. Hun staan 5e. Wij staan 1e. En we staan er wel redelijk voor. Samen met Feyenoord gaan we dus de titelstrijd aan. Ajax is een beetje achtergebleven. We gaan direct de opstelling zien. Ik ben benieuwd. Oké, onze opstelling. We weten het. Cachera krijgt dus op de nummer 10 positie. Want hij heeft ook rug nummer 10. Krijgt hij de kans. Omdat hij gewoon een te grote selectie heeft. En Cachera is gewoon een basisspeler.
Maar die kan ook als wisselspits imponeren. Dus dat is fijn om te zien. Akolats gaat de kant, de rechterkant. Blondeau links. We kennen onze opstelling. Peek moet zich laten zien. MC Peek. MC Peek. Ik zeg nog steeds Peek. In ieder geval, we gaan ons best doen. Waarschijnlijk krijgen we nu de opstelling van AZ te zien. Ik ben benieuwd. Ja, wie staat erin? Seuntjes staat op de bank. Voor de rest niemand die wij een verleden heeft bij NAC, volgens mij. Rienstra in de spits. Wat is dit nou weer? Rienstra, een centraal verdedigende middenvelder in de spits. Oké. FIFA is goed. Oké, goed gevoetbald. Dessers hier. Aan de andere kant zie ik ruimte. Die gaan we afleggen nu. Blondeau. 1-0. 37/38e minuut. Een heerlijke assist van Dessers. Goed gedaan. En Blondeau weet hem af te maken. Dessers had zichzelf hoger op de topscorerlijst kunnen brengen. Dichter bij de topscorer titel. Maar hij weet hem af te geven. Dat is echt goed overzicht gehouden van Dessers. En Blondeau goed meegelopen. Het jeugdtalent van ons. Frans jeugdtalent scoort de 1-0. Oké, Akolats hier. Voorzet. Daar is Cachera. Die wint het duel niet. Elalucci vangt op. Goed aangenomen. Jammer van dat schot. Ik wou zeggen lekker schot. Maar die werd geblokt. We hebben nog een corner. Peek. Nee, die kopt onder de bal door. Het is rust. We staan 1-0 voor. We spelen niet een hele sterke wedstrijd. Maar ja, zolang we scoren is het goed. Of ik ga wisselen. Jazeker. Cachera. Ja, dat gaat niet werken op CM-positie. Ik zie het al gewoon. Alaft gaat erin. En Akolats gaat er straks nog uit voor snapvangers. Misschien moet even kijken. Van Krooi, schrijf hem niet te vroeg af. Want het is natuurlijk ook gewoon een goede wisselspeler. Maar ik mis Korte toch wel op de bank. Want Korte kon toch wel meestal het verschil maken in topwedstrijden. In zulke wedstrijden, top 5 wedstrijden. Was Korte meestal wel belangrijk. We staan nu voor. Maar ja, ik heb spijt omdat ik niet tegen Feyenoord heb in laten vallen. Aiting, Akolatse op de CAM-positie. Heerlijke paas op Alaft. 2-0. Ik zei het. Hij, die Akolatse, die is zo ontzettend goed op CAM-positie. We moeten hem daar niet weghalen. Akolatse met het eerste doelpunt voor NAC in zijn tweede wedstrijd. Eerst goed van Aiting, goed mee opgelopen hier. Kijk die paas hoor. Heerlijk hoor. Akolatse is echt... Jullie vonden Destes de beste speler. Kan ik het redelijk in vinden... Maar Akolats is toch echt een ongelooflijk goede aankoop geweest. En Alaft maakt zijn eerste doelpunt. Staat er net in. Meteen gescoord. Prima hoor. Oké, de wedstrijd afgelopen. We hebben 2-0 gewonnen van AZ Alkmaar. Een heerlijke wedstrijd weer. Een heerlijke wedstrijd van Alaft. Een heerlijke tweede helft. Maar vooral Akolats met de mensen. Ben ik het helemaal mee eens. Helemaal. Oké. Het is dus PSV en Ajax. 3 dagen achter elkaar. Maar ik heb gezegd dat ik de beker zou spelen met onze... talententeam, die we dus niet hebben, maar die gaan we wel aanmaken. We hebben 9 kantoorberichten. Laatste scoutverslag. Ja, ze hadden die scoutverslagen, dat maakt me allemaal niet meer uit. In ieder geval, waar ik het zo over had. Voor de wedstrijd tegen. Voor de aflevering tegen PSV, tegen Ajax. En tegen wie nog meer? Tegen Roda. Maar. Basel is onze volgende Europa League kandidaat. Is iemand die we kunnen verslaan. Het is niet de sterkste. Dan hebben we nog 3 of 4 maandjes. En dan zijn we alweer klaar met dit seizoen. Ja. Dit was een leuke aflevering. We hebben veel spectaculaire dingen gehad. We hebben natuurlijk gelijkspel tegen Feyenoord. Een heerlijke overwinning op AZ. En we hebben een heerlijke aankoop gedaan. Gaat alle af. Een hele goede aankoop vind ik zelf. Vooral van het bedrag wat we hebben betaald. In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Druk op die like button, abonneer. Zie ik jullie de volgende keer weer. Later mensen.